De efficiënte en veelzijdige ERC elektrische stapelaar met capaciteiten tot 2000 kilo is zeer geschikt voor opslag- en ophaaltaken tot een hoogte van 6 meter en voor het transporteren van lasten over grotere afstanden. Alleen geïnstrueerde personen met veiligheidsschoenen mogen de truck bedienen. Vervoer geen personen op de vorken. Het lastdiagram geeft informatie weer over de laadvermogens van de truck voor verschillende lastzwaartepunten. Zorg ervoor dat de rode noodstopschakelaar naar boven wordt getrokken. Start de truck via het toegangssysteem. Zodra de truck klaar is voor gebruik, toont het display het laadniveau van de accu. Kantel de veiligheidsdissel naar u toe. Met de groene tuimelschakelaar die aan beide zijden kan worden bediend, kunt u zowel de rijrichting als de snelheid van de truck bepalen. Om te sturen verplaatst u de veiligheidsdissel naar links of naar rechts. Laat de tuimelschakelaar los om te stoppen. Of rem door de veiligheidsdissel in verticale stand te zetten of door hem naar beneden te duwen. In krappe opslagruimtes hoeft u alleen de zijarmen en het staartplatform in te klappen om de truck meelopend te bedienen. Als de rode lichaamsbeschermingsknop op de veiligheidsdissel wordt geactiveerd, beweegt de truck zich onmiddellijk van de bediener af en stopt hij. In geval van nood kan de truck ook worden gestopt met behulp van de noodstopschakelaar. Gebruik de hef- en daalknoppen om de last te bedienen en de hefsnelheid te regelen. De optionele extra heffing wordt meestal bediend met de linkerknoppen. Op het truckdisplay kunnen de individueel instelbare rijprogramma's en diverse extra opties worden geselecteerd. Andere uitrustingsopties, zoals assistentiesystemen, worden bediend via het extra display. Wanneer u de truck parkeert, zorg er dan voor dat de last volledig is gedaald om ongelukken te voorkomen. Om de accu te laden, moet de truck volledig worden uitgeschakeld. Trucks met een onderhoudsvrije lithium-ion accu worden via het snellaadcontact op de lader aangesloten. Open het accu-compartiment om de ERC met loodzuur accu te laden. Maak de stekker van de accu los en sluit deze aan op de stekker van de lader. Aan het einde van het laadproces wordt de lader automatisch uitgeschakeld. Als het laden moet worden onderbroken, moet u altijd eerst de lader uitschakelen voordat u de truck loskoppelt van de lader. Om de accu te onderhouden, controleert u het waterpeil van de accu met behulp van de controlepunten. Vul na het laden regelmatig het gedestilleerde water in de accu bij. Sluit hiervoor de Aquamatic-slang aan op het waterreservoir. De indicator in de slang geeft aan dat het proces is voltooid. Maak vervolgens de slang los van de accu en sluit het accu-compartiment. De truck is nu weer klaar voor gebruik. Controleer naast de accu regelmatig de wielen, de laadeenheid en de hydrauliek op beschadigingen en vervuiling. Voor een lange levensduur van de accu en de truck adviseren wij regelmatig onderhoud door een Jungheinrich servicemonteur. Heeft u vragen over de truck of hoe deze werkt? We zijn dichtbij. Neem de veiligheidsinstructie in acht. Verdere belangrijke informatie over de bediening en het onderhoud van de truck is te vinden in de meegeleverde bedieningshandleiding.